Bart, er staan oesters op tafel. De ondertitel is van die trilogie. Ja. Eten, lezen en vrijen. Dit heeft natuurlijk alle... Nou ja, eten of vrij kan erbij. Ik denk eten. Dat is eten, dat is het tweede deel van het boek inderdaad. Toch? Dit zijn bijzondere oesters, heb ik me laten vertellen. De Grand Cru van de oesters. Ja. Ja, zeg het maar. Moet ik het proeven? Gaan we direct naar de oesters? Nee. Doe wat je doet. Ik ga het eten, maar doe het geen te eten. Ja. Smakelijk. Bon appétit. Even wachten. Zijn ze lekker? Ja. Ze zijn vanmorgen geplukt, hè? Oké. Okay. Wel, ik stel voor dat jij gewoon doorgaat. En als ik daarmee spreken heb, dat ze allemaal binnen zijn. Het zijn 1000 bladzijden. Maar de bezige bij heeft ze in een vederlichte prachtpocket gegoten. Dus je moet echt geen bodybuilder zijn om er in de leeszetel mee uit de voeten te kunnen. En toen ik 15 jaar geleden de eerste regels neerschrijf, had ik niet kunnen bevroeden dat ik vandaag mijn halve leven moeiteloos in één hand kon omvatten. Maar wat was nu het opzet eigenlijk? Het opzet was, ik wou en ik zou Frankrijk of die Franse cultuur op een zintuigelijke manier benaderen. Als het ware die Franse cultuur inslikken en er dan een verteerbaar verhaal van maken. Okay. Dus ik ben begonnen met mijn literaire helden na te reizen. Concreet een rugzak vol boeken. Ik pakte een roman, speelde in Normandië. Ik ging naar Normandië. Parijs, Parijs. Côte d'Azur, Côte d'Azur. En zo kwam ik natuurlijk op de Eiffeltoren, bij de Pont du Gard, maar ook in tal van vergeten negorijen die in geen enkele gids staan. Misschien een voorbeeldje. Antibes. Antibes ligt aan de Côte d'Azur. Bekend. Mooie vestingstad. En het noordoosten daarvan is er een rotsformatie. Er komt eigenlijk niemand. April 2003 heb ik daar de nacht doorgebracht. Niet alleen, met een vrouw. En voor ons lag de Engelenbaai. Enfin, wij zagen niks. Het was pikken donker. Wij wachten op zonsopgang. Om 5:30 was het zover en de zon die verrees als een gouden schijf en straalde zijn rood-gele stralen uit. En dan zagen wij in de verte plots Nice verschijnen en kwam ook om de hoek Italië gluren. Op dat moment haalde ik uit mijn rugzak een bundel met verhalen van Guy de Maupassant, 19e-eeuws meester, alles vertaald. Dus je kunt het zelf ook meemaken. En ik las een passage voor. Een passage waarin Maupassant een zonsopgang beschrijft. Op die plek, maar alleen 143 jaar ervoor. En het was 5:30 morgens. Het was koud aan de Côte d'Azur. Maar daar kregen wij toch wel een beetje warm van. Nu, het was verder een falikante mislukking. Als een vrouw niet wil, dan mag je met de halve wereldliteratuur komen aanzeulen. Dan houdt het op. Maar het is wel de meest literair... Het meest literair romantische blauwtje dat ik ooit heb opgelopen. En dus toch een koesterenswaardige herinnering. Het staat in het boek.